Het is 9 uur, 10. Hier is mijn diploma. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag. Vandaag krijg ik misschien te horen of ik verlengd word op mijn job. En gisteren heb ik dit boek uitgelezen, Fluisteren Water van Miriam Mouws. Of Moes, of... Geen idee. Een Nederlandse schrijfster. Ze komt uit Maden. Geen idee waar dat ligt in Nederland. Als iemand het weet, laat het me hieronder eventjes weten. Dit is het prentje van de dag op de kalender. Super mooi. Ik zit klaar in de auto om te rijden naar mijn werk. Maar ik moet eerst nog... voordat ik echt naar mijn werk ga, moet ik eerst 2 enveloppen in de bus steken. Omdat ik er langs pas hier. Oh, het is hier weer super koud in mijn auto. Oh, ik ging naar voren. Hoe dat maar uit is. Hier naar. Ik ben trouwens echt benieuwd naar het geluid is op Q-Music. Want ik luister altijd in mijn auto naar Q-Music. En elke keer voor 2 weken aan een stuk op datzelfde irritant geluid op de radio. Dus vandaar. En nu gaan we aanzetten. Het is nu 33 na 8. De post is afgeleverd en ik ben op mijn werk klaar om 19:30 te werken. Want vanmiddag heb ik vakantie genomen en deze ochtend heb ik een vergadering waarin ik hopelijk hoor of ik mag blijven, al dan niet. En normaal loopt mijn contract volgende week af. Het is momenteel trouwens het landschap in de Palingbeek nog steeds veel sneeuw. Hier hebben we wel veel auto's gereden, dus dat zie je. En die weg is vrijgemaakt. Daar ergens zat ik vast. Een paar dagen geleden. Maar zoals je ziet ligt er hier eigenlijk nog super veel sneeuw. En gisteren hebben de gasten die gemaakt. En dit is onze bureau. Deze poes maakt heel onze ruit vuil. Oh, sorry dat ik nog niet zo heel veel heb gevlogd sinds ik thuis ben, was mijn hordel. Maar het was echt chaotisch. Eerst heb ik heel wat foto's gebewerkt terwijl ik podcast aan het luisteren was. Dat heb ik wel gevonden. Dan heb ik kleren gefotografeerd om online te zetten. En dan heb ik, terwijl ik mijn make-up deed en mijn aankleden, mijn eten gemaakt. Ik heb niet zo heel echt goed gegeten. Ik heb een beetje Bacardi gegeten en een klein beetje. En een klein beetje wortelen. En een rijstkwafel. En nu een slokje water. En dan is het tijd voor onze diploma-uitreiking. En ik merk nu dat mijn oog geïrriteerd is door iets. Zo, nog een klein beetje water. Lekker gezond. En nu zijn we er klaar voor. Ik ga misschien kleine stukjes filmen, maar ik ben nog niet zeker. Ik vind het nog altijd raar bij een groep die niet allemaal weten dat ik vlog mijn vlogcamera boven te halen. Misschien dat ik shots maak met mijn gsm ofzo. Het is 9 uur, 10. Hier is mijn diploma. Dat is eigenlijk super gezellig. Iedereen nog teruggezien of toch een groot deel teruggezien. Een frietje gegeten. Een chocomelkje gedronken. En nu naar huis. We waren nog op een treffelijk uur thuis. Hè? Dus dat is goed. Omkleden zijn. Hey. Ondertussen is mijn gezicht ook gewassen. Lekker fris terug en zachtjes. Straks nog een crème op te smeren.
En nu gaan we beginnen. En nu gaan we beginnen aan dit boek. Dit is het boek Vikingbloed van Luc Ganegreefs. Ik ga proberen om dit niet uit te lezen vanavond, want het is al redelijk laat. Tijd voor een dutje. Tot morgen.